Over grote thema's, voetbal en verdraagzaamheid. Um, het openlijk uitkomen voor je homoseksualiteit op het veld. Wanneer gaat er nou een bekende grote voetballer een keer uit de kast komen? Ja, dat, dat ik, 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 verbaast me, laat ik het zo zeggen. Um, er is nu weer heel veel om te doen. En dat kwam onder andere door die uitspraak van Johan, Johan Dreeks. Maar eerlijk gezegd, en dat heb ik in kleinere kringen al wel vaker gezegd, ik, ik denk echt dat het kan. In deze tijd dat het wel kan, dat het niet zo is dat als een voetballer uit de kast komt, dat hij gelijk door de hele wereld wordt weggewoond. Integendeel, ik denk dat er ook heel veel steun uh, zal Zeker zijn. Nu? Ja, dat denk ik, denk ik echt. En, uh, maar er moet toch iemand de eerste zijn. Ja, nou ja, er is een jongen de eerste geweest, dat is Justin Fashion geweest ja. in, in Engeland. Dat is heel tragisch afgelopen, maar dat is inmiddels al uh, 20-30 jaar geleden. Het was ook een heel andere tijd. Ja, er zijn een aantal voetballers geweest die wel net na hun carrière uh, uitkwamen voor een ja. homoseksualiteit, maar het is inderdaad een uh, het is een heel moeilijk thema. Er wordt heel veel aan gedaan, er is ook wel veel in verbeterd, vind ik. Dat geldt uh, voor Wat heel dan? veel. Geef eens een voorbeeld. Nou, de, de KNVB heeft laatst uh, volgens mij een paar jaar geleden nog heel uh, actief uh, meegedaan aan, uh, aan uh, in Amsterdam op de grachten met die met die oh, boten. Ja, de gay pride. met de gay pride en. Uh, uh, er worden allerlei van dat soort campagnes gevoerd. Hè. De aanvoerders van de Eredivisie hebben met zo'n regenboogband gelopen. als blijk van, uh, van steun. Dus, het zijn kleine stapjes. Maar ik denk wel dat het, uh, het klimaat nu een stuk beter is. dan, uh, dan in de jaren tachtig bijvoorbeeld. Ja. Nou, laten we hopen dat uh, iemand het, uh, de draad oppakt, toch? En het een keer uh, gaat roepen. Dat zou het zo mooi zijn, ja. Statistisch gezien. in een elftal zouden er drie jongens ongeveer. Op jongens moeten vallen. Ja, nou, in ons elftal is het ook niet zo. Ik heb wel eens een oproep gedaan in een column. Om, om, ja. Om, uh, meld om, om, Ja, meld ja. Wij zouden het wel gezellig vinden. <laughs> ja. ja. <laughs> Als je er goed bier mee kan drinken en leuk andere hazen mee kan breien.